Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com/denieuwewereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast wederom Siebe Schaap. Siebe. Goeiedag. Ja, leuk jou weer te spreken. We moeten allerlei dossiers opnieuw doornemen. Het went al hier, dus... Dat is heel goed. Ja. Er is wel een belangrijk hoofdaanleiding. Je hebt een nieuw boek geschreven. Ja. Politiek in een maalstroom. Over het lot van de representatieve democratie. Dat komt zeer binnenkort uit. Ja. Ik heb het genoeg gehad om het laatste Word-file alvast te kunnen bestuderen. Dat is toch altijd weer wat anders dan een boek in je hand hebben. Maar toch, ik heb de gedachtegang denk ik wel goed kunnen volgen. Dat is wel mooi. Je bent ook echt een schrijver die een gedachtegang ontwikkelt. Dat vind ik iets anders dan mensen die een boek aan het schrijven zijn of zo. Want dan is het zo, het moet een boek worden. Bij jou het is gewoon een gedachtegang. En hij had korter of langer gekund, maar dat is past ook bij je oeuvre. De laatste boeken, ja, ik begin gewoon te schrijven met een bepaald idee. En dan werkt dat vanzelf uit, bouw ik het uit. Ja. En komen de ingrediënten wel tevoorschijn. En je hebt een uitgever die jou dan gewoon ook de vrijheid geeft om dat te publiceren. Je hebt een hele rij boeken over Nietzsche, het staatsbestel. Is al, dat hoort gewoon bij elkaar, dat wordt dan gewoon gepubliceerd. Dat is toch ook wel een voorrecht. Een heel rijtje al. Ik denk een stuk of 12 boeken intussen. Ja. Met elkaar, waarvan 2 dan in Oekraïne, in het Oekraïns uitgegeven. Hm. Ja. Je bent echt een vrijdenker, hè? Dus wel gepromoveerd en aan universiteiten verbonden geweest. Maar schrijf toch een moedig in het Nederlands en dus in het Oekraïns. Nou, ik schrijf dus niet in het Oekraïns. Maar is vertaald. Is daar vertaald uiteraard, ja. Ja. Ja, want je hebt wel wat rondgehangen in Oekraïne en in Tsjechië. Ja, dat zijn wel allebei tweede vaderlanden, zeg maar. Oh ja? Nou, Tsjechië al heel lang, dat is eigenlijk al vanaf de Praagse lente. En ik ben toen in contact gekomen met de Garta-beweging, met de dissidenten. Ik heb daar veel voor hen gedaan en ook heel veel ondergrondse colleges gegeven. Ja, heb je eerder over verteld hier? Ja, spannend. Ja. Maar dan hebben we het over de jaren 70, 80. Dat was die colleges de jaren 80. Ja, ja. En toen ben ik blijven hangen daar aan de Karel Universiteit. Gehabiliteerd daar. En een jaar of 10 daar colleges gegeven, werden geroepen. Ja. Ja, habilitation, hè? Dat is een soort tweede promotie, hè? Tweede promotie, ja. Een beetje taaier. Daar komt er wat voor kijken. Ja, daar word je nog echt academisch getraind om door te studeren met zo'n... Met zo'n rietenpassage. Ja, en dan geef je eigenlijk te kennen van kijk, dit is mijn hebben en houden. En dan krijg je een gehabiliteerd, een redelijk vrije leeropdracht aan de universiteit. Dus dan kun je eigenlijk wat je gang gaan. Maar jij werd boer? Nou, dat was een zijtak. Hè. Ik kom uit de landbouw en een beetje boer geweest. En dat hebben we ook vooral in Oekraïne gedaan, 10 jaar lang. Direct na het communisme. Ja. Maar dat was ook een geweldige ervaring. Nou, eigenlijk heb ik, dat was ook een beetje het zaken doen in Tsjechië, maar vooral ook in Oekraïne. Ik heb heel veel aan Marxisme gedaan, communisme bestudeerd. Ik kwam er altijd onder de dissidenten leren kennen, overal daar, Roemenië. Dan denk je, nou, het communisme, dat snap ik wel. En pas toen ik ook daar aan het werk ging, met name dan in Oekraïne, heb ik na een jaar of wat gezegd van nu begin ik pas iets van het communisme te begrijpen. Omdat je dan met communisten moet werken. Neem ons eerst eens mee wat je uit de boeken over het communisme had geleerd. Nou, dat het communisme namelijk ongelooflijk succesvol geweest is. Maar niet qua ideologie en qua politiek en maatschappelijk systeem dat ze ontwikkeld hebben. Want dat was puur ellende. Maar waarin dan wel? Maar wel in het veranderen van de mens. En daar is het communisme heel erg goed in geslaagd om de mens te veranderen. Maar zeg je dit als empirische uitspraak? Of wat? Ja, empirisch. Ja, dat heb ik dus meegemaakt. En het verraderlijke van dat verblijf in Tsjechoslowakije onder het communisme was... dat je wel met mensen spreekt, maar die spreken zich niet goed uit. En je gaat om met dissidenten en die zijn uiteraard in confrontatie met het systeem. Ah. En dan blijf je toch dat hele gedoe een beetje van buiten bestuderen. Ja, ja. En toen ik daar in de landbouw aan de slag ging in Oekraïne, en dan op die oude kolchozen, daar kom je dus met communisten zoals ze werkelijk zijn. Je hebt hier eerder over verteld, hè? Dus over een leidelijkheid en passiviteit. Toen heb ik ook gezegd, dit duurt 2-3 generaties voordat dit een beetje weg is. Ja. En nou, je ziet het bijvoorbeeld nu in oostelijk Duitsland, zie je nog steeds hoe het communisme zich wreekt. En dat zit dan in de mens. Nou ja, kun je dat iets uitpakken? In Oost-Duitsland, hoe dat dan? Nou, onder het communisme heeft dus geleerd geweldig deemoedig te worden en
vooral heel erg te assimileren in het systeem. Hmm. En dat, ik wil zeggen, dat gaat bijna in een genen zitten en is dus ook half erfelijk. Nou, het is wel eng wat je zegt, want in je nieuwe boek open je eigenlijk, zeg je eigenlijk... nou ja, we gaan de verschillende lijnen uit je boek bespreken hier. Maar een van de lijnen is toch wel dat je suggereert dat wij ook in een soort raar soort communisme terecht zijn gekomen. Noem het dan neoliberalisme, maar... Nou ja, ja. Je ziet wel parallellen. En heeft dat ook hiermee te maken, dat mensen zich hebben aangepast aan het systeem? De vraag, maar die heb ik al in een eerder boek ook al opgeworpen, dat die is of wij niet geleidelijk aan sluipenderwijs in de autocratie terechtkomen. En daarbij stel ik dan vrij uitdrukkelijk dat een autocratie moet worden onderscheiden van een dictatuur. Dat is een machtsgreep, net als een revolutie, dat is ook een machtsgreep. Dan wordt het in één keer over het land of over de bevolking gelegd. Een autocratie ontwikkelt zich van binnenuit. Vanuit de democratie en ook met behulp van de democratie. Hm. En dat is een langzaam aanpassen aan een ander systeem. Ja. En, dat is wat Rutte gedaan heeft met ons. Nou, bij... open vraag. Ik kijk daar wel de VVD ook een beetje op aan, dat die partij langzaam maar zeker ook autocratisch is geworden. Ah. Dat een klein partijestablishment het min of meer voor het zeggen heeft. Ja, want dat is eigenlijk de definitie van een autocratie. Dat eigenlijk één heerser met zijn... Er is een heerser, een heersende kliek. En die verwerft langzaam maar zeker macht. En gebruikt dan de restanten van de democratie om die macht verder uit te breiden. En dan zie je dus stapje voor stapje zie je dat zich ontwikkelen. Hmm. En, wanneer zag je dat voor het eerst? Dat die tendens zichtbaar was? Al wel jaren geleden. Maar dan zijn het meestal van die halfontwikkelde gedachten. Hmm. En in mijn vorige boek ben ik daar wat dieper op ingegaan. En nu heb ik het expliciet aan de orde gesteld. Hè. Daarom de ondertitel van mijn nieuwe boek is De Representatieve Democratie. Dan zeg ik, die hele idee van representatie, die verdwijnt langzaam maar zeker. En bijvoorbeeld door inzet van directe democratie, maar ook door de macht van het parlement, Tweede Kamer, Eerste Kamer, langzaam maar zeker uit te hollen en het parlement in een gedwee rol te dwingen. En dat laat het parlement dan ook gebeuren. Men gaat daarin mee. En omdat het wat stap voor stap gaat, heb je het eigenlijk nauwelijks in de gaten dat het gebeurt. Nou, was jij lange tijd lid van de Eerste Kamer voor de VVD. Dus je hebt het zelf ook wel kunnen zien van dichtbij. Ja. Ook dat hebben we eerder besproken in een gesprek. Je bent inmiddels ook geen VVD-lid meer. Ik heb een week of wat geleden, een maand geleden zoiets, heb ik mijn lidmaatschap opgezegd. Ik lag wel al langer een beetje dwars, zeg maar, op wat er in de partij de gevestigde orde was geworden. Hm. Waarbij ook het neoliberalisme aan meespeelt. Maar lange tijd was veel bespreekbaar in de VVD. Dat was toch wel een open partij, jarenlang. Hm. Langzaam maar zeker zag je dat afkalfde, dat wegviel. Hm. Is er nog een partij? Ik sprak laatst iemand die was bij de VVD Amsterdam geweest en die had daar wel wat verwacht, maar er waren al 9 of 10 mensen op af. Ja, nou, je kwam graag bij elkaar, gemeentelijk of provinciaal. Ja. Er werd veel gepraat, gediscussieerd. Werd ook 5 jaar geleden nog? Ja, misschien tot 5 jaar geleden. Het is een proces. Hè, dus. Ja. Nou ja, Rutte is 12 jaar aan de macht geweest. Nou ja, maar toen is de VVD helemaal geherstructureerd qua partijorganisatie en toen was het kapot. En dan zie je dus dat eigenlijk de hele zeggenschap overgaat naar een kleine groep. Ik noem dat dan maar het partij-establishment of zo. Ja, dat sterk dicteert en verwacht dat de partij daar meegaat. Hm. En ik vond echt onthullend de laatste 2 congressen die we gehad hebben. Eerst over de stikstof en toen over het asielprobleem. Nou, bij de stikstof heb je gezien dat de partij een beetje in opstand kwam. En dat er zwaar een motie werd aangenomen om het hele stikstofbeleid nog maar eens een keer onder de loep te leggen. En toch eens eerlijk een beschouwing te geven van werkt het nou of niet. En die opstand kwam vooral uit de lagere overheden. Hè, een motie die geschreven was door mensen uit gemeentelijk en provinciaal verband. En dat was een levendige discussie. En daarna werd de motie aangenomen. En de partijleiding zei onmiddellijk van beleid ligt vast. Het is mooi wat jullie er allemaal van vinden, maar er komt natuurlijk niks van terecht. We gaan gewoon door.
Pijnlijk. Geen inspraak in de VVD dus? Weinig. En nou, bij het asieldebat wat er daarna kwam, nou, dat ging dan over die wet, de spreidingswet, die met enig geweld door de fractie heen werd geduwd. Mm. Wat al een teken is ook alweer, hè, dat de macht die bepaalt. Congres weer bij elkaar en ja, de eerste die het woord neemt, dat is de minister-president, die heeft verteld van jongens, zo zit het en jullie mogen wel meepraten, maar er verandert natuurlijk niks meer. En dan zie je ook dat de geest uit de partij wegloopt. En, nou, de laatste druppel was voor mij dat de nieuwe partijleider, dat hij dus vertelde dat de deur naar de PVV ook weer wordt opengezet. En toen dacht ik van, nou, is voor mij genoeg geweest, ik stop ermee. Hmm. En als je dan weet dat de PVV een door en door autocratische partij is, dan zegt dat iets wat ook weer past in het thema wat ik in het boek besproken heb. Hmm. Maar ja, het boek was toen al min of meer klaar, dus het is niet zo dat dit aanleiding was voor het boek, in tegendeel. Maar het bevestigt alleen maar de trend die zich aan het ontwikkelen is, dat de democratie ongeschikt wordt gemaakt aan de macht. Hmm. En het trieste daarvan is dat... En de macht, dat is dus nog even voor de duidelijkheid... De staatsmacht en de partijmacht. Ja, en de staatsmacht is, wat is de overheid? Dat is de regering, de uitvoerende macht, ja. Ja, ja. Kijk, en het bijzondere is, en daarom grijp ik ook zo graag terug op Thorbecke. En de grondwet die toen van kracht is geworden. Dat de representatieve democratie zich heeft ontworsteld aan de uitvoerende macht, aan de macht van de staat, om de bevolking in zijn vertegenwoordiging eigenlijk die primaire macht te krijgen. Dat is de trias politica. En je ziet dat langzaam maar zeker, en dat is een wereldwijd verschijnsel, hoor. Je ziet het dus ook overal in Europa, dat de parlementen de macht weer opgeven, dat het primaat wegloopt en weer verdwijnt in de regering, in de regeermacht. En dat dan vervolgens, om dat veilig te stellen, de partij min of meer in handen komt van een partijelite. Als je daar nog eens een mooi voorbeeld van wil hebben, dat is wat Partij voor de Dieren is overkomen nu de afgelopen weken. Daar zag je hetzelfde. Dat de partijleidster, die nog lijsttrekker moest worden, al in een brief duidelijk maakte van, ik wil mede bepalen wie er op de lijst komt. En ten tweede, ik heb even een boodschap hier aan het partijbestuur en dus aan de partij. Willen jullie eventjes netjes in het gareel komen te staan? Hè, want ik dicteer. En daar zie je dus hetzelfde proces dat de democratische impulsen van onderop, hè, dus vanuit de bevolking, vanuit de leden van de partij, vanuit het partijbestuur zelfs, dat die impulsen die van onderop moeten komen, dat die gesmoord worden door de macht van bovenaf. En ja, ik vind dat een trieste, maar ook een gevaarlijke ontwikkeling. Nou ja, je ziet daar gevolgen. Het rare en het spannende eraan is natuurlijk dat we internationaal gezien juist vanaf het begin van de modernisering een zekere nadruk zien op een president of een figuur die meer is dan een primus inter pares. Dat het juist heel Hollands en Nederlands is om het bij een eerste ondergelijke te houden. Dus ja, in Frankrijk en in Amerika kennen ze dit al lang. Zelfs in Duitsland. Dus ja, maar onderschat dus, wij zijn juist ook vrij uniek in onze van onderop traditie. Dat zo'n Esther Ouwehand, je kan er allerlei kritiek op hebben, maar ze komt ook natuurlijk in allerlei opzichten competent over. Ik kan me voorstellen dat zij zegt, Horus, ik beslis dat mee. Dat is met Rutte ook zo. Welke tweede VVD'er kan nou eigenlijk tegen hem op? Hè? Dus Ergens snap ik, heeft het ook iets te maken met talent en ja, van onderop, ja, er is niemand die opkomt. Dus ik vind dat wel ingewikkeld, hoor, zo'n snel oordeel erover. Maar het is niet dat ik het niet herken, maar... Ja. Die passieve rol van de Tweede Kamer, ik ben er in het boek, ga ik er uitgebreid op in, dat is de rol die het regeerakkoord daarin heeft. Ja, nee, dat is een mooie gedachtenlijn, ja. Nou, daar zie je dus dat kleine groepjes... Ja. Noem ik dan maar weer uit het partijestablishment, degene die dus voorbestemd zijn om de partij te leiden en om te regeren, dat die in een hok gaan zitten. En rustig de tijd nemen om gedetailleerd uit te schrijven hoe het proces de komende jaren gaat verlopen, wat er allemaal op de rol komt te staan. Ja. Vervolgens dat voorleggen aan hun fractie, die dan korte tijd krijgt om erop te reageren. Nou, daar komt natuurlijk niks van terecht. En dan wordt er niet doorheen getimmerd en bindt de fractie zich aan dat minutieus
omschreven akkoord. Ja. En dat is in feite uitschakelen van de bewegingsvrijheid van het parlement. Ja. Nou, dat heb ik dus. Maar jij bent natuurlijk ook op een gekke manier echt een 19e eeuw in je boek. Want je zegt, als je teruggaat naar de grondwet. Dat klopt. De partijen staan bijvoorbeeld niet in de grondwet. Die komen ook later pas op. Hè. De eerste politieke partij van Kuiper. Dan heb je dat eind van. Hebben het over het eind van de 19e eeuw. Ja. Ook een internationale beweging, waarbij de 19e eeuw nog een hele liberale inrichting heeft van de politiek. Waar dus notabelen zelf met elkaar in Den Haag. De dienst uitmaken en nog een zekere autonomie hebben over wat ze doen. Terwijl met de komst van de partij binden ze zich zowel aan een partij als aan een overeenkomst tussen de partijen. En dan verdwijnt dus handelingsruimte, dialoogruimte ook. Dat was de angst van Thorbecke, dat politieke partij. Dat die is wel bewaarheid. Machtsblokken zouden worden met een sterke binding aan maatschappelijke belangen. En dat dan via de partij het maatschappelijk belang dominant wordt over wat Thorbecke zo benadrukt steeds, het algemeen belang. Ja. En nou ja, in mijn boek ga ik ook steeds op het algemeen belang in. Dat wat de waarde daarvan is. Ja. En dat is wat anders dan een optelsom van private belangetjes die allemaal hun weg wil weten te vinden. Maar dat is ook het verbindende geheel van al die belangen, zoals dat tot uitdrukking komt in wetgeving en in overheidsbeleid. En hoe meer dat particuliere belang zeg maar, doordringt in die politiek en greep krijgt op de partijen, hoe meer dat algemeen belang uit beeld verdwijnt. En dat is het belang dus waar de hele samenleving baat bij heeft. Ik noem er dus wat goed onderwijs. Nou, daar heeft elke burger, elk jong kind heeft daar natuurlijk belang bij. Goed onderwijs dat je daarvan kunt genieten. Want bepaalt toch wat er van je leven terecht kan komen. Allicht. Maar goed onderwijs is ook van groot belang voor de gehele samenleving. Omdat dat de samenleving opkrikt. En een land als geheel ook sterker maakt. En waar weer alles en iedereen van profiteert. Bedrijfsleven, de instellingen, maar ook de overheid zelf. Snap je? En wat er nu steeds meer in dat het regeerakkoord is binnengedrongen, dat is dat het een partijtje handel is, waarbij ieder wat inbrengt. En het dus allemaal particuliere belangetjes zijn, hè, die daar ingevlochten worden. En het is wat van geven en een beetje nemen en iedereen moet wat recht worden gedaan. En dan is het regeerakkoord is op laatst een optelsom van Joost nog heten hoeveel belangetjes die er allemaal ergens wel geparkeerd zijn en waar wat mee gedaan moet worden. Maar het algemene belang is aan beeld. Het verbindende geheel. Van wat willen we op het Nederland is weg. Ja. Nou, daar is maar dan deel je. Dan even naar één ding. Daar is Rutte natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Die ook altijd zei van verder wegliggende visies of ideeën of met het land willen. Dat is natuurlijk iets wat we onmiddellijk moeten vergeten. Het is van dag tot dag politiek waar we ons aan wijden. En dat van dag tot dag, dat zit ook in het regeerakkoord. Maar het ergste van het regeerakkoord vind ik. Dat na de loyaliteitsbinding van de meerderheid van de coalitiepartijen in het parlement in feite uitgeschakeld is. De beweegruimte. Dus de Tweede Kamer, wat je op tv ziet, dat wordt een soort van verkleedpartijtje met speeches. Nou ja, je mag er van alles van vinden en je mag een beetje in een masje zitten te rommelen en dat was het dan. Oh, je bent voor op tv. Dat probeert dan iedereen natuurlijk, want je moet toch. Ja, dat is dan wat er nog over is, toch? Want je hebt geen politieke inspraak meer. Nee. En je moet. Nog even terug naar het onderwijs, hè? Want je haalde dat dossier nou aan en je zegt eigenlijk van ja, door die regeerakkoorden tussen politieke partijen is eigenlijk het oeridee van de verantwoordelijken in Den Haag die opkomen voor het algemene belang is onder druk komen te staan. Toen begon je over het onderwijs. Even als testcasus of ik nou jou goed begrijp. Je ziet dat het hoger onderwijs in Nederland heeft een heel groot belang bij de verengelsing van het systeem. Omdat er dan meer buitenlandse studenten kunnen komen. En universiteiten en hogescholen worden betaald per student. Ja. Dus je ziet een heel duidelijk privaat belang. Hè? Namelijk het belang van de onderwijzers van het onderwijssysteem. Van de bestuurders, van de conglomeraten, van de hbo's, van de universiteiten. Die willen dat. De instellingen. En dat is niet ik denk niet dat dat in het algemeen belang is. Nee, we zitten in Nederland. Dus in die valkuil trappen, dus dat ze er voor zichzelf zijn. Is dat een voorbeeld van in die regeerakkoorden die kritiek? Als je die ruimte geeft, dan pakken ze die ruimte. En het gaat me niet alleen om het Engels hoor. Dat gaat ook om van werf zoveel mogelijk studenten. En vervolgens worden dat buitenlanders en dan verengelst het. Ja. Ik ben zelf prof geweest in Delft.
Ja, ik kan me niet voorstellen dat in Delft het Engels niet bijna voertaal is. Want het is natuurlijk techniek, technologie. Je gebruikt daar de hele wereld in het ontwikkelen van die wetenschap en in het toepassen daarvan. Maar kan je wel zeggen, maar dan krijg je dus een universiteit die vol zit met Chinezen en Vol, maar in ieder geval wel veel. Nou, maar je mag, meer dan 50%. Maar je mag er wel eens over nadenken van werf je hier nu veel studenten die vervolgens in Nederland een plooi vinden en Nederland erboven. Daar is empirisch onderzoek naar gedaan, het antwoord is nee. Nou, en dan komt dus het element algemeen belang. Heeft Nederland er nou baat bij dat er zoveel studenten vanuit het buitenland komen? Ja, ik zie het niet. Nou, maar die instituties wel, want die krijgen betaald per student. Die kijken per stuk. Ja, die kijken per stuk. Snap je? En dus dat is die private. En dan moet je van de overheid als eerste moet je nou eigenlijk verwachten dat die de blik er eens even helemaal overheen legt. Ja. En dan probeert tot uitdrukking te brengen wat in het algemeen belang van Nederland is. Mm-hmm. En dat mag, voor mij mag je dat ook dan wel een beetje breder zien. Wij betekenen ook wat voor de rest van de wereld. Neem dat dan ook nog maar even mee. Mm. Maar wat is dat dan belang? Dat is wat anders dan het belang van afzonderlijke universiteiten. Kun je ons eens meenemen in een voorbeeld van het algemeen belang waar jij als VVD'er in de Eerste Kamer dan mee te maken hebt gekregen, waar je op terugdenkt, dat je denkt van nou, toen is het ons wel gelukt om. Ik weet dat de Eerste Kamer natuurlijk een heel specifieke rol heeft weer binnen het systeem en ook in relatie tot het regeerakkoord, maar niet min. Misschien kun je een voorbeeld noemen waar je van zegt, nou daar hebben we dat toen. Daar was het in beeld, dat we handelden vanuit het algemeen belang. Ja, nou, dat was die overgang toen ik bij de waterschappen zat, Dijkgraaf en voorzitter van Unie Waterschappen. Toen ben ik enorm bezig geweest met het nieuwe Delta-programma. Hmm. Ja, dat oude was, na 50 jaar werken was dat afgesloten. Nederland veilig. Mijn stelling, naar de toekomst kijken is Nederland helemaal niet veilig. En dan komt die overheid in beeld die dan zegt van hé, ik moet hier een heel breed initiatief ontplooien om te zorgen dat over 50 jaar die waterveiligheid in Nederland nog overeind staat. En dat is allemaal initiatieven geweest, overal vandaan, ook vanuit het ministerie. Heeft geleid tot de Deltawet, Deltafonds, Deltaprogramma. Hm. En je ziet dat dan de overheid Dat hele initiatief dat dan breed tot ontwikkeling komt, oppakt en het in wetgeving weet te verpakken. Dus dat is eigenlijk ook meteen een mooi antwoord op de vraag, doet de overheid in Nederland nog wat goed? Dit is een heel mooi voorbeeld. En daar doet de overheid heel veel goeds. Ja. En daar komt het, om Nederland veilig te houden, moet er veel wetenschap ontwikkeld worden. Dat is niet alleen een beetje dijkenbouw, maar dat is het beheersen van het hele watersysteem. Hoe gaan we reageren op zeespiegelstijging? Hoe houden we tegen dat Nederland niet verder verzakt? Wat doen we met de verzilting als die langzaam zeker dat land komt binnenstromen? Dat vraagt enorm veel ontwikkeling van wetenschap. Nou, je ziet ook dat vervolgens die Deltawet en het Deltaprogramma impulsen geeft aan TU Delft, impulsen geeft aan Deltares, het grote onderzoeksinstituut dat we hebben. En vele andere instellingen, dat loopt zo dwars door het hele land heen. Hetgeen ook weer mooi een exportartikel is voor Nederland. Want als wij hier al die activiteiten ontplooien, de grote aannemers die springen er bovenop. En zo zie je dus dat die impulsen iedereen in Nederland ten goede komen. Ja. Ook het land als geheel ten goede komt. Welk jaar was dit nou, Simon? Het waren mijn laatste jaren dus in de waterschappen. En dus een jaar of 15, 16, 17 geleden heeft dit zich allemaal voltooid. En het mooie is ook, je hoort er allemaal niet zoveel meer van. Maar het hele programma, dat werkt wel. Maar je spreekt in je boek dus ook over dat vermaledijde neoliberalisme. Oorspronkelijk SP-term. Er wordt veel onderzoek aan gedaan waar dat nou allemaal vandaan komt. Nou, laat ik maar even midden. Dus in die waterschappen en hoe dat georganiseerd is, daar zien we dat neoliberalisme niet terug. Op andere vlakken wel. Een beetje wel. Kun jij eens uit de doeken doen hoe jij dat nou ziet, het neoliberalisme? Of VVD'er ook? Ja, wat die waterschappen zijn bedreigd geweest. Ook door politieke partijen, vele. D66, ook de VVD heeft daar mee gedaan. Van de bestuurlijke drukte moet het allemaal wel. Alles gaat toch wel goed in Nederland. Misschien kunnen we ze beter maar opheffen en onderbrengen bij de provincies of nog wat anders. De waterschappen zelf bedoel je nu? Ja. Ja. En er werd eigenlijk ook heel sterk ingezet door de toonaangevende krachten in de politiek op privatisering. Dat is ook gebeurd met de Rijkswaterstaat. Is behoorlijk uitgekleed vanuit de stelling van we halen de kennis wel uit de markt.
En vervolgens degene die het moet uitvoeren, dat zijn ook je marktpartijen, de aannemers en ingenieursbureaus. En zo redden we dat wel. Ja. En hebben nu te maken met een zeer sterk verzwakt Rijkswaterstaat. Ja. Volkshuisvesting is het ook gebeurd, hè? Nou ja, dus dat idee van privatiseer alles maar. Dat is een beetje de Nederlandse uitleg geweest van het neoliberalisme. In mijn boek ben ik niet principieel kritisch op het neoliberalisme, in de zin dat dat een beweging is geweest die zei van kijk, de hidden hand, maak er maar een vrije markt van. Er is wel een of ander onzichtbaar mechanisme op die markt bezig dat zorgt dat er marktevenwichten komen. Ja. En dat is voldoende aanbod en voldoende afname en niet de gekke prijzen of zo. Hè, die concurrentie, dat komt allemaal vanzelf wel goed. Ja. Het neoliberalisme zei, een aantal toonaangevende typen daarvan, ja. Die zeiden dat komt niet zomaar goed. Vrije markt bestaat niet, die is altijd geregeld. En het beste is maar dat de overheid de markt een beetje reguleert en ervoor zorgt, ja, dat het belangrijkste daarvan, dat is namelijk competitie, dat dat overeind blijft. Ja, en dat is dus bij kinderopvang, bij dierenartsen, nou, bij huisartsen. Je ziet nu dat de is dat allemaal heel problematisch, hè? Nederland heeft de markt. En zij zei dus beheers en beheer nou die markt als overheid. Ja, ja. En doe verder niet al te veel als overheid. Dus, maar waarom is het jou niet gelukt om dat geluid in de VVD nog te verkondigen? Dat is dus dan? Een kleine, maar hele sterke overheid die de maatschappij goed weet te reguleren. Ja. En daar heb je wetgeving voor nodig. In Nederland is er nooit echt geprobeerd om die markt en de maatschappij te beheren of te beheersen. Dat heeft toch, laten we zeggen, heeft men een beetje de vrije loop gelaten. En sterker nog, en dat zit ik weer in Thorbecke-termen, de belangen van de markt, die hebben altijd erg goed de politiek weten te bereiken. Kijk maar naar dat gigalobbycircuit dat daar in Den Haag, zeg maar, de politiek omringt en intussen al veel meer invloed heeft dan het parlement. Toen dit soort denken op zijn hoogtepunt was, hadden wij de bouwfraude. Hoe bestaat het nou als je zegt we moeten de markt reguleren, dat er één giga bouwkartel zich heeft kunnen ontwikkelen? Nou. Dat is toch wel heel raar, hè? Maar we hebben helemaal geen oog voor gehad. We vonden het allemaal prima. Iedereen zag het gebeuren en liet het lopen. Dus we hebben die markt eigenlijk maar een beetje gelaten voor wat hij is. En invloed vanuit de markt op de politiek ook gelaten voor wat het is. Moest kunnen. Daar is Rutte ook wel een beetje een exponent van. Wat we wel gedaan hebben, dat we zeiden, we gaan ook de overheid inrichten zoals een marktpartij dat zou doen. Ja. En dat is namelijk, we gaan die overheid eens even lekker efficiënt maken. En vooral niet groter dan nodig. En toen zijn we dus begonnen met uitbesteden van alles wat maar los en vast zit. Wat bijvoorbeeld Rijkswaterstaat kapot heeft gemaakt. En B, de uitvoering van wat de overheidstaken op afstand te zetten. Voor zelfstandigen. Kijk naar de Belastingdienst, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank. Nou. En heel veel andere publiekrechtelijke of publieke activiteiten. Gezondheidszorg, onderwijs. Duw allemaal maar op afstand. En beschouw ze als bedrijven die goed moeten worden gemanaged. En het probleem daarvan is dus je hebt minder ambtenaren in dienst. Zeker minder vakbekwame mensen, maar ondertussen op de Rijksbegroting. En we hebben geen idee meer. Er wordt enorm veel geld uitgegeven. Ja, er wordt ongelooflijk. Nou, precies hetzelfde als voorheen. Maar we hebben geen idee meer wat er in de uitvoering gebeurt. Maar en de wetgeving is er ook nog op aangepast. Dat was de mooie slogan, beleid gaat voor wet. Dus we maken, en dat gebeurt weer. Wie is die slogan? Nou, die hoorde je van vele kanten. Beleid gaat voor wet. We maken dus eerst beleid. Dat staat in het regeerakkoord, wat we willen. En passen de wetgeving daarop aan. En aangezien beleid in 4 jaar voor elkaar moet komen, moest opeens de wetgeving ook in de kortste keren allemaal voor elkaar komen. Gevolg, zeer slordige wetgeving, snel wetgeving. Wetgeving niet getoetst op uitvoerbaarheid. En dan ook nog een parlement dat geen benul meer van heeft wat er in de uitvoering gebeurt. Een regering ook geen benul meer wat er in de uitvoering gebeurt. En zelfs departementen die dat niet meer weten. Want dat staat allemaal op afstand. Ja. En daar heeft Pieter Omtzigt heel raak gescoord. Die zei dan van de wetgever weet helemaal niet meer wat er in de uitvoering gebeurt. Wij kennen de uitvoering niet meer. We weten er niks meer van. En dus krijg je daar de wereld aan ontsporingen. Nou, de bouwfraude, dat was een vroeger. Maar wat je gezien hebt met de toeslagen. Ja. En er is veel meer aan de hand.
We beheersen dat niet meer. Een klein uitstapje. Ik herken natuurlijk de analyse die je maakt. Niet in de laatste plaats vanuit je eigen boek trouwens. Maar ja. Ik ken ook die andere diagnoses wel. Maar ik zit nu zelf te lezen nog in de biografie van Elon Musk. En een van de dingen die mij opvalt. Hè, omdat in die discussie over neoliberalisme wordt vaak gezegd van... Kijk nou hoe het in het bedrijfsleven gaat en probeer je daar te spiegelen als overheid. Maar als je hem nou neemt als een exponent van de hardcore Anglo-Saxische bedrijfsopvatting. Ja. Die hele biografie is doorspekt met voorbeelden van dat hij dus in die fabrieken rondloopt. En heel dicht op processen probeert te begrijpen wat er aan de hand is. Ja. Dus dat ruling by email of zo. Hè, of dat op afstand en uitbesteden. Ja. Outsourcen. Dat komt helemaal niet voor in het hoofd van die man. Die doet alles zelf. Zijn hele dag is ingericht op het doorgronden van... En, processen waar je werkt tot in detail en dan vertrekt hij weer, dan gaat hij weer in het volgende. En als je wel uitbesteedt. En dat deed me dan weer denken aan de Nederlandse traditie van de meewerkende voorman. Hè? Want vroeger had je geen managers, maar leidinggevenden als de schilders nog steeds meeliepen met hun werknemers. Dus het hele verschil tussen arbeider en manager ook, dat is van oud, dat is met de fabriek gekomen. Dat is niet iets Nederlands. Ja. We zitten veel meer in dat model van de gilde, zeg maar. Waarbij je dus leermeester-gezelverhouding had. En dat is... Eigenlijk ook politiek gesproken, volgens mij toch het ideaal. Je staat op afstand, maar je weet wel waarover het gaat. Je moet het handwerk wel beheersen. Dat hoor je te doen. Kijk, als een aannemer, die doet niks anders dan onderaan besteden. Hè? Maar weet maar rustig dat die aannemer duvels goed weet wat die sub-aannemers, wat die allemaal uitvreten. Want die doen het onder zijn gezag. De overheid, er komt bij marktpartijen nog wat bij. Als je het niet goed doet, ja, dan ben je zo weg. Hè? Want dan word je natuurlijk verslagen door je concurrent. Ja. Maar de overheid werkt in een monopoliedomein. De overheid heeft geen concurrenten. Ja, nou, in heel de klanten van de overheid kunnen niet weglopen. Ja, nou ja, ik zou willen dat het de markt is. Want volgens mij heb je heel weinig concurrentie. Ik bedoel, probeer maar eens aan internet. Je hebt internet, je kan Vodafone of KPN. Dus het is ook op de markt. Er is helemaal niet zoveel te kiezen in het land. Nee, prima. Maar als de Belastingdienst slecht functioneert... dan kan de belastingbetaler niet denken, ik loop naar een ander loket. Nee, is het probleem. En dat geldt dus ook voor uitkeringen. Ga allemaal maar door. Ja. De overheid is een monopolist, daar is geen concurrentie. En dus... Ja. Moet je het onder het bestuurlijk gezag brengen. Ja. En dus moet degene die bestuurt, moet wel even weten wat daar gebeurt. Ja. Niet in details, maar wel in hoofdlijnen. Ja. En moet ook een gevoel daarvoor hebben. Mm. De oude waterstaatkundigen, hè, Lely en die hele generatie, al die lui. Dat waren ingenieurs met laarzen aan. Hè. Dus die wisten wel even wat uitvoering van werk, wat dat betekent. Want ze zaten er middenin. Mm. En, het lijkt er ook wel op alsof men vroeger toch... Een meer bureaucratische opvatting had van wie een opdracht geeft en weten hoe die kan worden uitgevoerd en wie hem uitvoert. Hè? Dus als je in Nederlandse dossiers nu kijkt, bijvoorbeeld toeslagenaffaire, dan één dwarsstraat. Maar daar is het ook eigenlijk helemaal niet duidelijk van wie heeft nou wie de opdracht gegeven tot welke handelingen. Was het nou sociale zaken? Was het nou de Belastingdienst zelf? Als je dan zo'n verhoor hoort van Wiebes, dan sta ik ook zelfs op dat niveau te kijken. Het lijkt wel een soort raaddaren waarbij mensen elkaar op netwerkvergaderingen hebben ontmoet en gezamenlijk beslissingen hebben genomen. Zelfs op het niveau van wie neemt de beslissing is het niet duidelijk. Maar dat is de departementale leiding, maar daar horen eigenlijk de ministers en de meeste Kamerleden ook al bij. Het zijn allemaal procesmanagers. Ja. Ze denken allemaal in procestermen, maar niet in de inhoud van het proces. En daarom kun je ook rustig een manager na 4 jaar op een andere plek zetten. Want dan moeten we weer in algemene termen moet hij wat in beweging houden. Nou. Nee, je moet juist als je het over wetgeving hebt, dan heb je het ook over de uitvoering van die wet. En dan moet je een beetje weten wat er aan omgaat. En daarom vind ik dus dat in het parlement ook mensen moeten zitten die uit dat maatschappelijk werkveld komen. En niet op dat belang daar te verdedigen, maar wel om te weten wat daar speelt, zodat die inhoud meegenomen kan worden in beleid en wetgeving. Ja. En dan is het tweede beleid. Ja, dat lijkt me ook. Beleid dat zich beperkt tot een regeertermijn. Dat is en niet verder wil kijken. Dat wordt vanzelf heel zwak beleid. Ja, en wetgeving die niet verder reikt dan het uitvoeren van beleid voor die regeerperiode, dat wordt buitengewoon slechte wetgeving en daar hebben wij nu mee te kampen. Nou, in je boek zijn een aantal hoofdstukken over zeg maar, het verschil tussen idealistisch beleid en beleid dat aansluit bij waarden die bestaan en die continueren, laat ik het maar zo zeggen. En die idealisten, die belerende politici, die zijn juist op de lange termijn gericht. Dus dat stikstofbeleid bijvoorbeeld, hè?
Ja. Daar is juist dat tijdspad en ook de hele retorica van het is 5 voor 12, het is 5 over 12 enzovoort. Ja joh. Dus neem maar toch graag nog even je gedachtegang daarover hier. Dus jij zegt, ja, dat is de korte termijn. Ja, nou ja, je ziet juist bijvoorbeeld bij progressieve partijen juist bijna hysterisch op de lange termijn gericht. Is dat zo? Ja. Ja, natuurlijk, ze willen in 2030 dit veranderd hebben. In 2050 moet er zus en zo veranderd zijn. Dus ja. Er zijn toch hele lange termijnen, zie je? Nou, dat is puur armoede. Wanneer je, bijvoorbeeld Timmermans in Europa. 2030 ja. is een derde van de Europese landbouw biologisch. Nou, dat is toch 7 jaar? Dat is toch al best lang? Dat is toch levensgevaarlijk. Lijkt mij ook. Hij heeft geen benulde van hoe de landbouw in elkaar steekt. Hey, daar weet hij echt helemaal niets van. Nou, dat formuleert gemakkelijk. Kijk, dit soort idealisten, dat zijn Plato's. Hè? En die staan helemaal los van de concrete wereld. Die staan los van de werkenden. Die staan los van de bestuurders. Die gooien daar gewoon. En ik noem dat trouwens zelf in mijn boek geen idealisten. Maar mensen met veel te veel ambitie. Geldingsdrang. Ja, maar ambitie in de zin, wij zullen wel eens even. Ja, waar baseer je nou op dat zo'n Timmermans volgens jou niks van landbouw weet? Nou ja, die komt uit een hele andere sector en die heeft daar dus de Green Deal gemaakt. En er zit natuurlijk vol op de landbouw in. Dat is niet alleen natuur, maar moet de landbouw zich op aanpassen. En dus bedenkt hij en enkele met hem gewoon dat we zullen wel eens eventjes de landbouw biologisch maken. Hm. Ja, je mag toch wel even nadenken van kan dat eigenlijk wel? En dan een tweede punt, en dat zit heel sterk in dat natuurbeleid. Maar dan wordt het wel ingewikkelder van... We hebben die natuurrichtlijnen, dat geldt overigens ook voor de waterrichtlijn, de kaderrichtlijn water. We hebben dat heel sterk vastgepind op concreet te realiseren doelen. Dus welke plantjes, welke vogeltjes, welke beestjes, wat voor waterkwaliteit moeten wij op een bepaald moment hebben. En dat is dan niet een ambitie geworden, maar dat is een resultaatsverplichting geworden. Ja, en daar zie je nu op het ogenblik de hele zaak op kapot lopen. En daar kom ik weer terug op. Is dat dan niet belangrijk? Antwoord, natuurbehoud, natuurontwikkeling is hartstikke belangrijk. Maar maak er alsjeblieft een uitdaging van die ook past in bredere afwegingen. Dus hoe sluit natuur aan op landbouw? Hoe sluit natuur aan op volkshuisvesting? Maar we moeten beslotverrekening ook kunnen bouwen. Hoe sluit dat aan op de hele infrastructuur waar we mee te maken hebben? Is het wel betaalbaar? Is het wel organiseerbaar? En ga zo maar door. En dus weer breng dat nou in die brede afweging. Dat had de politiek moeten doen. En dat gebeurt nu niet. En wat zie je nu dus? Dat een sector vol ambities met resultaatsverplichtingen bepalend wordt voor al het andere wat in de samenleving speelt. En dus wordt de natuur de vijand. En daarachter zitten activisten. Ja, en dus wordt de natuur de vijand van de landbouw. En de natuur wordt de vijand van de volkshuisvesting. En de activisten vinden het natuurlijk prachtig. Want die klampen zich gewoon vast aan de doelstellingen die concreet geformuleerd zijn in de wet. En hoeven alleen maar naar de rechter te lopen die de wet moet toepassen. Klaar. Dit werkt ontwrichtend. En ook hier weer is het uit de wetgeving het algemeen belang weggeslopen. En nou raakt Nederland verlamd. Want de overheid werkt wel vanuit een algemeen belang. Dus die afweging tussen alle mogelijke belangen... En doelstellingen en ga zo maar door, die is weggeslopen, weggevallen. Ja. Nou ben jij geen lid meer van de VVD, zei je. Geloof je nog wel in politieke partijen eigenlijk? Jawel, ja, oh ja, heel sterk. Maar ja, want hebben we Thorbecke dus niet? Die was er, dat gaat iets te ver, hij was er een beetje, hij was er beducht voor. Ja. En dat is wel grappig, als hij omgaat met de verzuiling, dan komen dus Katholieken die komen opzetten. Vooral de protestants-christelijke. De Calvinisten, ja, maar de katholieken die denken misschien nog wel beter. Nou ja, die spiegelen zich daaraan. De ja. sociaaldemocraten en die ontwikkelen dan allemaal dus hun eigen zuil, laat maar zeggen, van basis tot en met de overheid dan toe ontwikkelen ze. En dan zegt hij, de mobiliserende kracht binnen die zuil is geweldig. Dus wat dat betreft, pet je af hoe ze dat doen. Cultuurstichtend. Dat zij in hun beschavend beweging zelf ook proberen uitdrukking te geven aan dat algemeen belang, maar vanuit hun perspectief. Dat is op zich ook toe te juichen. Maar het wordt natuurlijk heel gevaarlijk dat die zuil alleen maar voor zichzelf bezig is en dus niet met de rest van het land. En in die zin was hij ook een beetje beducht voor zuilen.
En was hij ook wat beducht voor politieke partijen die binnen die zuilen op zouden komen. Ja. Namelijk dat ze dus niet het land dienen, ja, maar hun eigen achterban. Ja. En denk er wel om, als jij beëdigd wordt in de Tweede Kamer, maar ook als minister, dan sta je daar onder de grondwet, om zo maar te zeggen, en dien je het belang van heel Nederland, zoals het er mooi staat, ja, van heel het Nederlandse volk. Ja, maar dat is, dus je bent er daar niet voor je achterban. Ja, nee, maar dat is een anachronisme dus. Dus dat staat in de wet, dat zal wel, maar het is niet hoe het de facto gaat. Ja, maar wacht even, als jij je vingertjes erop steekt, dan is het wel even een serieuze belofte. Ja. Dat je daar voor het hele land zit, hè, voor allemaal. Ja, maar het niveau van praten en morele plichten uitdelen is toch een ander niveau dan daadwerkelijk handelen. Dus waar je uit van, eens. Nou ja, ik heb het op mijn manier wel geprobeerd, waar ik uit vandaan kom. En ik deed dan landbouw, natuur en Europa. Mm. Waar die uit vandaan komt, dat breng je allemaal in. En daarmee, van daaruit kun je ook je collega's opzoeken en ermee in gesprek gaan. Hoe ga je nu om met die veewetten? Hoe ga je om met de natuurwetgeving? En ga ze maar door. Je brengt in waar je uit vandaan komt. Maar in die wetgeving zelf ben je er voor heel dat land. Voor de hele bevolking. En dus ook voor alle mogelijke belangen en doelen die daar leven. Deze mentaliteit, dit verantwoordelijkheidsgevoel bestaat nog wel. Je bent toch de partij uitgegaan omdat het niet meer voldoende bestaat. Dus dat is even ingewikkeld aan de discussie. Hè? Dat, ja, is het nog te redden of is dat gewoon ook iets voor het verleden tijd? De politieke partijen. Nou, dus, er zijn twee partijen die redelijk goed functioneren. Of misschien wel nog altijd heel goed. De ChristenUnie en de SGP. Daar zie je nog een hele mobiele achterban. Waarin de partij ook een opvoedingsinstituut is, zeg maar, voor mensen die het bestuur ingaan. Ja, juist zuilen. Nog een beetje dat zuilachtige gedoe. En waarin ook dus de leden, ze hebben relatief veel leden, ook erg mobiel zijn, hè, om mee te praten over wat er allemaal speelt. En dat had de VVD eerder ook heel sterk. En dat is weggevallen. Dat vind ik heel triest. En dus zullen partijen zich in deze zin moeten heruitvinden. Dat de partij een privaatrechtelijke organisatie is die in beweging wordt gehouden door de leden. Door mensen vanuit onze maatschappelijke achterban. Je bent door schade en schande wijs geworden en toch iets christendemocratischer geworden lijkt. Wat is een liberaal voor jou? Nou, dan, wat was het idee eigenlijk voor jou bij de VVD waar je voor stond? Daar leun ik dus heel erg op Thorbecke. Ik kom dus uit die traditie. En kijk, het klassieke liberalisme, je had een paar pootjes. Laten we zeggen, de vrije marktdenkers. Het laissez-faire liberalisme, dat dan zei van laat alles maar vrij. Er is een hidden hand. Daar heb jij niet zoveel mee. Dat geloof ik helemaal niet in. Een vrije markt bestaat niet. En die hidden hand bestaat dus ook niet. Dan had je nog het tak van liberalisme. Dat zei van hoe komen wij tot een stadkundig verband. Nou, dan komen mensen bij elkaar en die sluiten een overeenkomst gezamenlijk en zetten zo een staat aan het werk met staatsgezag. Dat zijn de contracttheoretici, waar Omtzigt eigenlijk ook een beetje op teruggrijpt. Heel, heel wonderlijk. Ja, vind ik ook wonderlijk, ja. Daar heb ik veel moeite mee met dat contractdenken. Omdat een staat helemaal nooit zo tot stand is gekomen. Doordat groepen, partijen, belanghebbenden bij elkaar komen en dan zeggen, jongens, een klap erop en we hebben een staat. De staat is gewoon gegroeid. Maar heb je niet het idee bij Pieter Omtzigt ook dat... We hebben nog even over dat contract. Het gevaarlijke van het contractdenken wil ik het is, ook over hebben? Een contract kun je ook opzeggen. Nou, ja, nee, maar ik heb het idee bij Pieter Omtzigt, maar ik wil het even bij jou testen of jij het ook vindt, dat hij die term ook gewoon, hij gebruikt hem gewoon verkeerd. Hij denkt veel organischer, zoals Thorbecke. Klopt, hij komt uit de katholieke hoek. Hij pakt die term, maar die betekent bij hem eigenlijk maar ik vind helemaal niet wat het bij Rousseau of zo betekent. Nee, hij is geen contractdenker in de zin van... Het is gewoon een goede titel voor hem. John Locke en dat soort mensen. Dus hij heeft het woord bedacht en je moet het uit de liberale context halen. Het is in die zin geen... Het is in veel zinnen een wetenschapper en intellectueel, maar ideeëngeschiedenis op dit punt betreft... Een nieuw maatschappelijk contract, dat suggereert toch een beetje van de koppen bij elkaar steken. Ja. En dat hebben we de afgelopen jaren genoeg gedaan, de koppen bij elkaar steken, kijken of er dan wat van komt. Moet je maar eens kijken hoeveel akkoorden er wel niet gesloten zijn. Hè? Zorgakkoord, klimaatakkoord, energieakkoord, een landbouwakkoord is dan mislukt. Maar wat komt er terecht voor die akkoorden?
Het is natuurlijk allemaal zo vrijblijvend als het maar kan. Hè? Je praat een hele tijd, je krijgt een dik pak papier en daarna gaat het leven door. Er zit helemaal geen afdwing, dwang zit erachter. Hmm. Er is geen bevoegde partij die zegt van... Dat vind ik wel een heel interessante observatie van je. Kan je dat eens toelichten aan de hand van bijvoorbeeld dat zorgakkoord dan? Dat zijn gewoon allemaal ambities die vervolgens niet waard worden gemaakt. Iedereen praat mee. En totdat je het allemaal wel ongeveer eens bent, dat wordt opgeschreven. Maar wat is nu de rechtskracht, om het zo maar te zeggen, van wat er al is opgeschreven? Nou, het is allemaal zo vrijblijvend als het kan. Want als je vervolgens je eigen gang gaat, niemand kan afdwingen dat je dat dan ook doet. Dus aan de ene kant observeer jij eigenlijk een soort activistische overheid die de wet gebruikt voor beleid veel te snel. Ik zou zeggen toch nog wel op langer termijn, maar dat is een discussiestuk. Veel te snel zeg jij eigenlijk op bepaalde uitkomsten wil komen en daar niet verstandig mee is. Aan de andere kant zeg je allemaal vrijblijvende akkoorden die in de lucht blijven hangen. Maar eigenlijk een soort papierwinkel die verder moet legitimeren dat mensen hun eigen lied blijven zingen. Een staat of een staatsgezag of een overheid, hoe je het maar noemen wil, die zelf niet meer de leiding neemt in het ontwikkelen van beleid en dat aftikt en daar een klein beetje stevige wetgeving onder weet te leggen. Waarbij die wet dan ook uitvoerbaar en handhaafbaar is, dus ook afdwingbaar is. Een staat die dat niet doet, die legt als vanzelf dus, verschuift het initiatief dan naar de samenleving van, zeggen jullie er ook eens wat van? Hmm. En daar komen al die akkoorden uit voort. En dat is een geweldige hoeveelheid energie die erin gestoken wordt om daar met elkaar allemaal die gesprekken te voeren. Daar een hoop papier van te maken. En daarna is alles vrijblijvend. Dus ja, ik was eigenlijk wel blij dat het landbouwakkoord mislukte. Ik denk, dan is het weer duidelijk dat we het helemaal niet eens zijn. Klaar. En dan moet weer ergens die initiatief vandaan komen. En in ieder geval ook bij een overheid die weer zegt van uit dat perspectief het algemeen belang. Ga ik nou eens even kijken van hoe kan ik beleid ontwikkelen, wetgeving maken en hoe kan ik daarin de sectoren betrekken. Dus je kunt ze wel uitnodigen om mee te praten, maar dan moet jij wel even vanuit jouw perspectief het initiatief nemen. Kijk, die sectoren zelf die nemen initiatieven genoeg, hè, want dat zijn marktpartijen, dus een boer moet ook overleven. Dus maar nu heeft de overheid dat dus niet gedaan. En dan zie je dat langzaam maar zeker nergens het initiatief meer tot ontwikkeling kan komen. De marktpartijen die kunnen nergens meer terecht, want het leven is helemaal onzeker geworden. Een boer die naar de bank gaat, die zegt ik wil wat. Het eerste wat de bank vraagt, heb je overal vergunningen voor? Is het wel zeker dat je die vergunningen krijgt? Antwoord, ik weet het niet. Ja, dan weet de bank het ook niet meer. En dus moet de overheid zelf weer daar vanuit zijn eigen perspectief het initiatief nemen. En dan vanuit dien hoofden de partijen erbij betrekken van hoe kijken jullie er tegenaan? Maar wat er dan voor elkaar komt, dat is overheidsbeleid en er komt overheidsregelgeving komt eraan te pas. En dan is leven weer duidelijk. En dan weet de bank ook weer waar hij aan toe is. En dat is helemaal weggevallen. En daar hebben die akkoorden dus hebben daar heel veel kwaad in gedaan. Dus daar moet je onmiddellijk mee stoppen. Je moet binnen het kader van de overheid zeggen, u moet meepraten, want ik wil weten waar het allemaal terecht komt. En of dit wel, of dit land bij jullie. En dus of de uitvoerbaarheid op deze manier wel veilig kan worden gesteld. Maar dan moet de overheid, en voor de rest is het particulier initiatief. Ga je gang jongens, de kaders van de wet kennen jullie, de rest is vrije ruimte. Het is wel interessant dat jij eigenlijk, kijk, als je bestuurshistorisch kijkt naar de thematiek die we hier op tafel hebben, dan zou je kunnen zeggen, je had eerst dat nieuw public management, nou, oftewel het neoliberalisme eigenlijk. En dat is, je probeert als overheid dingen verzakelijk te regelen. Ja. Maar je definieert nog wel wat zaken zijn. Dus je bijvoorbeeld bepaalde zorgproducten en die definieer je op een bepaalde manier. Bijvoorbeeld dit is een stukje jeugdzorg en dat besteed je dan uit, hè? Dus, en daar is veel kritiek op gekomen, dat systeem, ja. Dat neoliberalisme. Ja. Dat kritiek deel jij ook. En dat is voor de plaats gekomen, een meer sociaal inspraakdenkkader. Het wordt ook wel New Public Governance genoemd soms. Het gaat ook onder andere vlaggen, bijvoorbeeld de participatiesamenleving. Ook zo'n mooi woord. Zo'n woord trouwens ook uit een troonrede. Wij doen het niet meer, doet u het maar. Ja. Nee. Maar daar heb jij dus eigenlijk ook op dat akkoorden denken, heb je eigenlijk ook zware kritiek. Hè? Ja. Dus, dus,
Daar moet echt mee stoppen. Dus de tegenreactie op het te economistisch denken is het meer maatschappelijk denken, maar dat werkt eigenlijk ook niet. Dus jij bent, als ik het goed begrijp, jij bent echt gewoon voor het klassieke Thorbeckiaanse, Weberiaanse model. Nou ja, kijk. Dus eigenlijk waar, ja, het, gewoon hoe men het tot de jaren 50 deed in Nederland. Ja. Met de heldere kaders, duidelijk demarcatie. Heldere kaders van de overheid. Dit is Den Haag, en dit zijn ook, dat zijn ook de heldere kaders dus voor de maatschappelijke krachten. Hm. En dat het leven ingewikkeld is en de dingen ook mislukken. Nou, dat weet iedereen wel. Dan is het ook duidelijk wat er mislukt, hè? Waar het mislukt. En nu gaat er van alles fout en we weten niet eens precies wat dat is. We weten niet waar we moeten ingrijpen. Nou, dat is ook weer die toeslagen ellende. Nadat langzaam zeker duidelijk was dat er wat fout was gegaan, duurde het nog heel lang voordat er maar een idee was wat er dan eigenlijk fout is gegaan. Oh. En we krijgen er geen grip meer op. Nou ja, inmiddels dit is zo integraal ontspoord. Ja, is het zo? Ik heb ook ondertussen het idee dat het vooral een mediarel is. Heel veel mensen zitten te wachten op genoegdoening en het komt niet. En dan opeens besluit de overheid, weet je wat, iedereen die geschaad is, die krijgt, 30.000 of zoiets. Ja. Ja, dan krijg je ook weer een heel circuit van mensen die er helemaal geen recht op hebben. En nu werken er geloof ik 1500 mensen bij de Belastingdienst om deze handel weer in goede banen te leiden. En het is weer één grote bureaucratie geworden. Daarom vergelijk ik Nederland ook een beetje met de Sovjet-Unie onder Gorbachev. Dat heette dan het bureaucratisch centralisme. Wij hebben ook een helemaal uit de klauwen gegroeide overheid. Veel te groot. Maar dat is allemaal bureaucratie. Allemaal regeldwang op de samenleving. Waarbij de regeltjes de samenleving niet of verkeerd bereiken. En uitvoeren, dat lukt ze niet. Het is uit beeld verdwenen. He, dus die uitvoerenden die werken wel. Ja. Maar een beetje aan hun lot overgelaten lijkt het wel. Dus er moeten gewoon weer heldere kaders komen. En dat betekent ook gedegen wetgeving. Ja. Om gedegen wetgeving te maken heb je sterke departementen nodig. En dus moet er op de departementen weer kennis worden ingevlogen. En om goede wetten te maken heb je wetgevingsjuristen nodig. Mensen die het geheel van wetgeving overzien. En daar dat eigen stukje in weten te passen. En dat is, beleid gaat voor wet, betekent dus dat die wet volgend wordt. Voordat we dit nog wat mij betreft ook wat wijsgeriger uitpakken, want in jouw boek ontwikkel je ook een eigen terminologie. Bijvoorbeeld rondom representatie en presentatie. Ja. Even als kleine intermezzo, hoe heb jij gekeken naar de troonrede en de presentatie van de miljoenennota vanuit jouw perspectief? Nou, heb jij dan de tv aanstaan? Af en toe even. Ja. Wat observeer jij dan zo? Nou, in dit geval niet al te erg geobserveerd, al te nauwgezet, want het is een demissionair kabinet. En wat er nu in de Kamer gebeurt, dat is de prelude voor de verkiezingsdebatten. Dus om nou te zeggen, hier kun je zien hoe Nederland geregeerd wordt en hoe het parlement daarmee omgaat, dan moet je nu even niet te veel kijken. Mm. En, nou, je ziet ook een premier lekker ontspannen. Dat is een soort toneelstukje weer. Zie je, nou ja, die doet zijn best daar. Dat doet hij op prima manier. Maar vergezichten zijn er nu niet meer. Mm. Dus hij rondt de tent nu af. En dan moet je maar afwachten wat er na de verkiezingen gebeurt. Ja, twee dingen die mij opvallen. Eén is, de begroting van 2024 wordt wel gepresenteerd. Hè? Dus, ja, dus het is ook niet zo dat je zegt van, nee, maar natuurlijk. Het is spek en bonen. Er is gewoon een staatshuishouding. Ja. Dus dat moet allemaal. En daar worden wel grote beslissingen genomen. Bijvoorbeeld nu in die debatten dat er zoveel nadruk is op die bestaanszekerheid opeens. Ja, dat is echt prachtig. En dat gaat dan om enkele miljarden, twee, hè? Geloof ik. Ondertussen worden er echt tientallen miljarden uitgegeven aan zorg en aan sociale zaken, dus aan ouderen eigenlijk. Hè? Dus meer dan de helft van de rijksbegroting gaat gewoon ouderen. Hè? Dus het is wat mij betreft nogal pijnlijk allemaal. Nee, maar dat is gewoon. Maar daar gaat het niet over. Lopende business. Het gaat helemaal over kleine dingetjes. Ja, maar verder. Die symbolisch helemaal uitvergroot worden. Ja, maar de rest is verkiezingsdebat straks. Dus dat. Ja, dat zullen we nog zien. Want ik heb het idee dat die bestaanszekerheid, dat was eigenlijk het thema van Omtzigt. Dat wordt nu eigenlijk gekaapt door D66 VVD. Kijk, het begrip bestaanszekerheid, dat staat in de grondrechten. En daar is het een, hoe moet ik zeggen, een soort richtinggevend begrip.
waarbij tot uitdrukking wordt gebracht dat de overheid hier een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Dat is het dan ook. Ja. En voor de rest doet de grondwet er niks mee. Zegt eigenlijk van, u moet hier meer mee doen. Het is nu een zo algemeen begrip geworden dat het eigenlijk een loos woord is. Het is ik hoorde zelfs dat het recht op euthanasie onderdeel uitmaakt van een bestaanszekerheid. Nou, dat vind ik toch wel ongeveer een contradictio in terminis. Het woord is zo breed gemaakt nu dat het helemaal niets meer zegt. Nou, interessant. Het valt mij juist op dat als een D66 en VVD er samenwerken, dat het weer heel erg een begrotingsfunctie wordt en dat het over geld gaat. Hè? Is het nou €1,573 per maand, dat is dan bestaanszekerheid. Terwijl meer een brede opvatting waarbij je zegt bijvoorbeeld dat Nederland blijft. Hè? Dus dan heb je het over migratie. Zou je ook kunnen uitleggen als onderdeel van bestaanszekerheid. Ja. Hè? Dat je leven hier, zeker je twijfelt. Maar ik laat alleen maar zien dat het dus eigenlijk wel degelijk vrij smal is nu. Mag de benzine duurder worden? Nee, want dat is een strijd met de bestaanszekerheid. Nou ja, bedoel, dat is allemaal, het is echt een leeg begrip aan het worden. Het is, waar het begrip, waarom dat opeens zo werft, dat is natuurlijk interessanter. Maar dat is speculeren. Ja. Maar dat ging door mij heen van, kijk, waarom werft het opeens? Nou, is het een soort bliksemafleider? We hebben allemaal noodtoestanden in Nederland. Hè? We hebben klimaatnoodtoestand, hè? Een klimaatcrisis. We hebben een natuurnoodtoestand. Hè? Natuur is in crisis. We hebben een asielnoodtoestand, hè, dus dat is ook een hele grote crisis. Ja. En zo verzinnen nog maar een heleboel. Hè. De woningbouw is helemaal in het 100 gelopen. Alweer een crisis, alweer een noodtoestand. Ja. We hebben nu zoveel noodtoestanden dat er eigenlijk wat tegenwicht nodig is. En dus roept opeens iedereen, hey, we hebben ook bestaanszekerheid nodig. Nou, A, hebben we niet zoveel noodtoestanden. En B, die bestaanszekerheid, dat wordt natuurlijk ook allemaal niks. Breng alles nu weer gewoon terug tot problemen waar je handen en voeten aan kunt geven en verzin daar een oplossing voor. Ja. En dan moet de overheid het voor de eigen verantwoordelijkheid doen. En dan kom ik weer met het algemeen belang. En de rest van de maatschappelijke partijen, die moeten dat allemaal op hun terrein, moeten ze daar een beetje mee om weten te gaan. Ja, ik denk toch niet dat ik helemaal mee kan gaan in die analyse. Ik heb het idee dat die bestaanszekerheid juist wel heel hanteerbaar is. Dat is een van de dingen die ze nog redelijk weten te definiëren, namelijk in termen van geld. En het is absoluut een vluchtheuvel, maar ook kwantitatief gezien. Hè? Want er gaat natuurlijk ontzettend veel geld naar zorg, bijvoorbeeld. Ja. Hè, vooral naar mensen die eigenlijk al bijna sterven. Ontzettend veel geld naar het laatste levensjaar. En daar is geen discussie over. Nee, maar dus het is ook een bliksemafleider. Heb daar maar wel. Het onderwijs zit in crisis. Hè? Het een na het andere internationale vergelijkingsrapport laat eigenlijk zien dat het onderwijsniveau daalt. Dat didactici en alle onderwijsinnovatoren die schermen met allemaal hun eigen pedagogiek. Het gaat niet meer om kennis. We leven in een kenniseconomie, maar het is nu opzoeken-economie. En mensen kunnen ontzettend goed googlen en iPhonen. En dus die ontkennen allemaal dat die kennis achteruit holt. En die politici denken ook, nou ja, goed, laten we maar over bestaanszekerheid hebben. Dus over zorg en onderwijs hoeven we het op die manier niet te hebben. Het gevaarlijke van die containerbegrippen, dus dat het een dekmantel wordt om, wordt het de rechtvaardiging voor wat je inbrengt. Ja, dus accijnsen op de brandstoffen niet omhoog. Hoe rechtvaardig je dat bestaanszekerheid? Ja. Ben je eraf? Nou, dat is zo werkt dat natuurlijk niet. Ja, dan zijn de accijns op zich ook genoeg in Nederland, toch? Eerst alles moest circulair en alles moest inclusief en alles moest integraal. En nu is het weer allemaal bestaan en of zekerheid. Oh, grappig, jij ziet dus de modelogica en golven zie jij dus zo van. Dit is weer circulair, inclusief en bestaanszekerheid. Dus binnenkort krijg je ook weer een hoogleraar bestaanszekerheid. Misschien bestaat die al wel, ik weet het niet. Dus het is ook grappig, zo zie je de modecyclus, ja. Ja. Nee, maar dat worden van die containerbegrippen waar alles in moet. En als je dat niet noemt, dan is jouw opmerking niet gerechtvaardigd. Ja. Nou, noemt iedereen dus alles wat hij wil in dienst van de bestaanszekerheid. Maar dat is voor mij een leeg begrip aan het worden. Ja. Hey, Pieter Omtzigt, zijn architectuurvoorstel van voor een beter Nederland, als je het hebt over de politieke architectuur, is toch een belangrijke as daarin is dat we meer lokaal en provinciaal moeten leren denken weer. Dus minder eigenlijk van bovenaf, maar meer onderop. En dan territoriaal ook. Dus hij wil terug naar de regio's. Ja, maar vooral ook, kijk, die gemeenten, om een voorbeeld erop, die zijn heel belangrijk geworden, maar wel als uitvoeringsloket voor de overheid. Ja. En eigen autonome beweegruimte is er eigenlijk niet.
En ik ben te omzicht dat bedoeld. Dus meer ruimte voor gemeentes. Nou, waterschappen hebben wel een autonome beweegruimte. Dat is behoorlijk geregeld. Maar ook de provincies, als we die toch een functie willen geven, geven ze dan ook een autonome beweegruimte. Dus jij bent daarvoor? Nou, dat, als dat, ik had het van omzicht eigenlijk, die terminologie verwacht. Dat hele subsidiariteitsdenken uit het katholicisme, bracht dat juist tot uitdrukking. Alles wat een lagere overheid net zo goed of beter kan doen dan een hogere, moet een hogere overlaten aan de lagere. Thorbecke zegt dat ook. Dat moet overgelaten worden aan die lagere echelonen, maar dan wel met bevoegdheden. En met armslag betekent ook met geld. En dat is ook eigen geld en niet allemaal geoormerkt geld. Maar heb jij er vertrouwen, en heb jij er vertrouwen in dat gemeentes en provincie dat kunnen? Ja, ik heb zelf in de waterschappen gezeten. En ik ja, maar zeker, die waterschappen zijn wel apart. Dat is een vreemde eend in de bijt, hè? Want dat zijn allemaal een beetje, beetje beta-nerds en boeren. En die kunnen natuurlijk heel veel. En die gemeenten die zitten met veel meer. Die zitten met het zorgdossier bijvoorbeeld. Veel ingewikkelder. Veel ingewikkelder dan watermanagement definieer dat verschillende meningen. Ja, definieer dan een groot deel van die zorgverantwoordelijkheid, maar in termen die aansluiten op die regionale of gemeentelijke verantwoordelijkheid. En leg daar ook bevoegdheden bij. En ook beweegruimte. En dat is wat anders dan dat bijvoorbeeld iemand die in de zorg actief is, de helft van de tijd zit te schrijven wat hij allemaal gedaan heeft. Ja. Tot een minuut nauwkeurig, omdat het verantwoord moet worden aan een hoger echelon. Ja, want die vertrouwt niet dat zo'n uitvoerder het zelf allemaal vanzelf ook wel goed zal doen. Nou, als je die uitvoerder een beetje ruimte geeft, dan gaat er echt wel een keer wat fout. Maar als je hem die ruimte niet geeft, gaat er nog heel veel meer fout. En dus ik ben voor die regionale autonomie, gemeentelijk en provinciaal, maar dan ook met beweegruimte en bevoegdheden erbij. Hm. En een gemeenteraad ziet toe op wat daar in uitvoering bij die gemeente allemaal gebeurt. Geeft dan die gemeenteraad, geeft die dus ook de echte bevoegdheid, ook binnen wettelijke kaders, om dat te doen. Maar jij denkt dat het vitaal genoeg is, die gemeente in Nederland? Kijk, ze zijn net gefuseerd, dus ze zijn losgemaakt van hun. Nou, net een tussengeleidelijk proces. Nou, geleidelijk proces. We hebben toch een loop van 10 jaar zijn die gemeentes allemaal opgegaan. Ja, maar nou had je het net over de waterschappen. In eind jaren 50 hadden we 2500 waterschappen. Ja. En toen ik dan een jaar of 10 geleden daar stopte, toen hadden we er nog 25. Ja. En de structuur is min of meer hetzelfde gebleven. En de taakopvatting is min of meer hetzelfde gebleven. Alleen de schaal is enorm vergroot. En de hoeveelheid en intensiteit van de taken, die was ook enorm vergroot. En het werkt allemaal rustig door. En ik weet zeker dat bij die gemeente dat ook zo is. En bij die 300 en zoveel gemeentes die we hebben, daar gaat er vast wel eens een keer eentje hartstikke plat. Ja, natuurlijk gebeurt dat. Maar dat gebeurt bij de Rijksoverheid ook. Dat voorkomt de Rijksoverheid echt niet. En dan zeg ik, Rijksoverheid, doe jij het nou op jouw niveau eens even goed. En dan ook democratisch, dus ook met voldoende bevoegdheden en armslagen in het parlement. En laat nou die gemeenten en provincies het op hun manier doen. Nou, ik hoop, maar ik vraag me af. En lever daar een wettelijk kader bij waarin dat dan ook mag. Nou, ik help het je hopen, hoor. Ik ben benieuwd hoe de kijkers hier naar dit overwegen. Ik heb veel vertrouwen in gemeentes. Ja? Ja. Maar er wil niemand meer in de gemeenteraad, hè? Maar eens wat te noemen. Nee, ja. Ja, dus ja, dat is de moeite met mensen aantrekken. Als je toch een uitvoeringsloket bent van een hogere overheid, wat doe je daar dan? Oh, nou ja, er is altijd wel wat discussie. Ja, maar dan ga je op verkeerde punten. Dat zie je in de Tweede Kamer ook. Als je weinig meer te vertellen hebt, dan ga je op een andere manier zorgen dat je wel zichtbaar bent. En dat is jezelf profileren, dat is moties indienen en kamervragen stellen en Joost weet ik wat allemaal doen. En vooral heel erg zichtbaar worden en zolang het nieuws nog niet geweest is, interrumperen. Ja. Schrijf je leuk over in het boek. En dat gebeurt bij een gemeente natuurlijk ook. Ja, het wordt een soort show. Maar als je daar dikke business te doen hebt, dan trekt het vanzelf talent aan. Wat dacht je? Nou, mooi gezegd. Ja. Overigens, die centralisatie van die waterschappen, die is natuurlijk ook echt verbonden met duidelijke calamiteiten. Dus in 1953 de waternoodramp, die zet ook wel de neus één kant op van die superregio's, dat werkt niet. Want we hebben sommige problemen zijn larger than life. Dus je hebt grotere samenwerkingsverbanden nodig. En in de provincie en in de gemeentes denk ik toch ook wel steeds het besef van onze schaalvergroting is ons opgelegd. Dus Weesp die bij Amsterdam moet, al die gemeentes. Ik denk dat bijna alle gemeenten die de beide meren worden. De gemeentefusies zijn bijna allemaal spontaan op gang gekomen.
Ja, omdat het moest. Nou, wat ja, natuurlijk, bij de waterschappen moest het ook. Maar ja, daar was wel die calamiteit. Daarom... Ik weet het beste, was in West-Overijssel, waar ik dan gezeten heb, behoorlijk weerstand tegen opschaling van de waterschappen. Totdat die hele grote projecten loskwamen rond na die bijna overstromingen in 95. Zware dijkenbouw, grote structuren moesten worden aangelegd. Ja, dat was opeens geen tonnen meer, maar tientallen miljoenen. En toen zag je vanzelf bij die waterschappen dat besef komen. Ja, jongens, dit trekken we niet meer als we zo klein zijn. Ja, zie je dus, maar die calamiteiten die veroorzaken schapen. En dat zie je bij gemeentes ook. Je krijgt zwaardere taken. Ja, dan moet je ook een beetje body hebben. Ah. En dan moet je ook genoeg capaciteit in huis hebben om dat te kunnen uitvoeren. En dus, groeien gemeentes. En dat blijft nog wel een tijdje doorgaan. Het blijft een interessant vraagstuk, hoor. De verhouding regio-centrum, voorland-achterland, het Huis van Thorbecke, gemeente-provincie, Rijk. Is het nou ook daaronder vitaal genoeg? Nou, ik gebruik in mijn boek veel het begrip... Ik word weer optimistischer als ik jou hoor praten. Ja, hoor. Ik gebruik in mijn boek veel het begrip autonomie. En dan zeg ik steeds van, let nog goed op, hè. Dat is geen individuele zelfbeschikking. Dat nomos, dat zijn de regeltjes, dat zijn de afspraken, weet ik het allemaal, die raken ons gezamenlijk. En dus is dat autos, dat zelf, moet je ook een meervoud zien. Mm. Wij moeten samen inhoud geven aan onze autonome verantwoordelijkheden. Ja. Aan die nomoi, aan de besluiten die je neemt. Ja, je bent echt een filosoof op dit soort punten. Nou, ik moest ook aan Kant denken. Ja, je zou ook veelvuldig gaan. Dus Kant zit natuurlijk ook. Het is Kant. Ja, autonomie betekent juist in jezelf de morele wet erkennen en volgen. Juist. En dus niet puur individueel denken. Ja. Maar gewoon gezamenlijk die dingen oppakken. Maar daar heb je dus wel sterke karakters voor nodig, maar die wel bereid zijn het gezamenlijk op te pakken. Mm. Nou, want dat doet het openbaar bestuur bij voorrang. Nou, ja, je hebt sterke karakters nodig, maar dus ook de institutionele inbedding. Ik heb toch het idee dat je een sterk karakter bent. Ja, je bent gewoon een soort van steen in een opgedroogde historische rivier. Van ja, de wereld vraagt niet meer om onkreukbare bestuurders. Want die door dat netwerken en die raden en dat samenwerken en dat schalen is dat. Ik weet niet of bestuurders ooit onkreukbaar zijn geweest. Maar je moet proberen wel ze onkreukbaar te houden. Ja. Zo goed en zo kwaad als het gaat. En daar heb je wat instrumenten voor nodig. Ja. Maar wat Kant ook zegt, er zit ook een morele component in. Je moet het ook zelf willen. Dus je moet ook zelf de ander op willen zoeken en het even samen regelen. En dat vond ik in de Eerste Kamer, vond ik een van de mooie dingen. Ik bedoel, media kwamen er ook nooit, dus opvallen doe je toch niet. En dan kun je net zo goed met je werk aan de gang gaan. Mm. Maar hoe gemakkelijk je daar communiceerde tussen de fracties. Mm. Ik heb nooit anders gedaan dan naar de kameraden van de andere fracties toe lopen van hoe pikken we dit op? Toen vond je het ook al gezellig bij de ChristenDemocraten. Maar bij anderen ook. Bij de PvdA ook. En alleen de PVV onttrok zich daar wat aan. Maar de rest kon je heel goed mee praten. Totdat langzaam maar zeker die schaduwwerking van het regeerakkoord ook de Eerste Kamer bereikte. Ja. Inclusief dus mensen die eerst in de Tweede Kamer zaten en daarna in de Eerste Kamer. En dus helemaal dat dan krijg je dus vervolgens ook nog de benoemingen vanuit de Tweede Kamer naar de Eerste. Ja. En toen zag je dus dat er een schaduw van regeerakkoorden ook over de Eerste Kamer kwam te liggen. Maar jij gelooft eigenlijk in een herbeschaving en je zegt eigenlijk van je moet weer de juiste mensen op de juiste plek hebben. Maar het kan ook zo zijn dat we doorgaan in deze versmalling van wat politiek is en dat de Eerste Kamer op een gegeven moment gewoon opgeheven moet worden, omdat het eigenlijk een versneller is van de Tweede Kamer. Als het een schaduw wordt van de Tweede Kamer, wat heb je er dan aan? Dan krijg je die discussie vanzelf. Ja. Maar waakhond voor de kwaliteit van de wetgeving, dat is wat anders. Ja. En dat moet de Eerste Kamer en bloc doen. Wat dat betreft is het wel mooi dat we nu de BBB daar zo groot in hebben. Hè? Want je weet ik ben benieuwd hoe die daarmee omgaan. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Ja, dat is nog een beetje... Daar weet jij weinig van, want je bent er een open vraag. Ja, dat volg ik uiteraard niet zo goed meer. Maar... Dat is ook niet makkelijk te volgen, want de media staat er ook niet dichtbij. Waarom is dat eigenlijk? Ik vind het toch eigenlijk heel interessant als je... Je haalt heel veel krantencommentatoren aan. Jouw bronnen zijn echt de kranten. Nou ja, daar heb ik ook... Ja, ook de grote denkers. Maar Maxime Februari of Tom Jan Meus of zo. Dat is, af en toe haal ik ze even aan. Ja. Vooral als ze reflecteren. Hè? Ja, ja.
Gewoon de actualiteit. Dat, nou, maar waarom komen die eigenlijk niet in de Eerste Kamer? Of hoe zit die afstand in elkaar? Dus waarom is die niet in ze beeld? Ze komen er wel, omdat het... het is niet de Eerste Kamer. Was nooit spannend. Ja, de Nacht van Wiegel, dan is het even heel mooi natuurlijk. Maar was nooit zo spannend. En het kwam alleen maar op dinsdag bij één, toch, die Eerste Kamer? Dus het kan wel heel makkelijk zijn om daar een beetje vinger aan de pols te houden. Nee, maar er liepen wel verslaggevers rond. En je had er ook af en toe contact mee. Maar echt spannend was het niet zo gauw. Nee. Nou, dat is prima. Dan kun je tenminste rustig je werk doen. Ja. En de Tweede Kamer mag ook best een beetje minder spannend worden. Het moet vooral werken worden. Kijk, als het spannend wordt, dan moet je opvallen, weet ik het allemaal. Nou, het behandelen van een wet is meestal niet spannend. En je ziet in de Tweede Kamer ook dat wetgeving nauwelijks nog belangstelling heeft. Want dat is gewoon bureauwerk. Heel veel lezen, heel veel studeren. Contacten zoeken van hoe zit dit, hoe zit dat, hoe werkt het. En dan langzaam zeker een idee krijgen van... Nou ja, in de Tweede Kamer moet ik die wet amenderen en hoe dan? Nou, daar nemen ze helemaal geen tijd meer voor. Er is geen belangstelling voor. Geen competentie. En dus is de wetgevende taak van de zogenaamde wetgevende macht... is behoorlijk weggezakt. Dat is heel slecht voor een land. Zo raakt een land institutioneel ontregeld. Nou, daarvan zie je de effecten overal om je heen. En er wordt dus ook heel weinig gediscussieerd in wetgevingstermen. Dat is weggevallen. Ja, het heeft dus twee kanten. Aan de ene kant is het dus niet de mentaliteit en competentie van de mensen in de Kamer. Aan de andere kant, binnen de regering zie je dus ook dat het al duidelijk is wat de afspraken zijn. Het regeerakkoord ligt vast, dus er is ook niet echt een opening voor echte discussie. Maar je moet, daar reinig ik mijn boek ook mee, maar dat loopt een beetje dwars door mijn boek heen. We moeten stoppen met dit soort regeerakkoorden. Gewoon niet meer doen. Maar dan kom je meer op een ad hoc samenwerking. Even 50 jaar terugkijken. En er werden een paar richtinggevende afspraken gemaakt. En er werden de partijen bij gezocht. En dan wordt er nog wat onderhandeld en moeilijk gedaan. En dan heb je een regering. Benoemde personen met een regeeropdracht. In algemene termen geformuleerd. En komen met nadere voorstellen. En dan ligt opeens de zaak naar het parlement ook veel meer open. Maar wat is de reden eigenlijk dat we die dichtgetimmerde akkoorden hebben? Is het zo simpel dat Rutte gewoon ook maar 4 dagen in de week wil werken? En geen zin in elke dag opnieuw te bellen? Maar het is ook cultuur geworden om dat te doen. Het is zich langzaam maar zeker ontwikkeld. Je haalt eigenlijk het dialoog en je haalt het geïnteresseerd zijn... en waar je het over hebt er een beetje uit. Want het is nu gewoon het plan. Het is gewoon het model dat je dan gaat implementeren. Ja, je wordt manager. Dat daar een paar mensen dus dat met elkaar zitten te schrijven... en daar een enorme handel van maken, dat is echt pure handjeklap. En het dan aanbieden aan de regeringsfracties, wat die ervan vinden. En ik heb wel meegemaakt, ik geloof dat Rutte 2 was... Dat toen de Tweede Kamer een paar uur de tijd kreeg om er wat van te vinden. Nou ja, dat is natuurlijk flauwekul. En Rutte 4, dat was echt de climax. Hè. 9 maanden onderhandelen... was eindelijk erheen geslagen. En de Tweede Kamer in meerderheid had gezegd van dit is hem. Vervolgens breekt in Oekraïne de oorlog uit. En ongeveer de helft wat er in het akkoord stond was alweer achterhaald. Doe dat nou toch niet. Ja. Dus schrijf een dun pamfletje van 2 A4'tjes of 3 A4'tjes en dat is het dan. Met wat richtinggevende elementen en een duidelijke opdracht die erin zit. Aan de te installeren regering. Van werkt dit verder uit en kom ermee. En informeer ons op tijd zodat wij met elkaar... En dan heb je opeens ook veel minder dat er een bastion van regeringsfracties tegenover... Nou ja, meestal geen bastion, maar toch wel keihard voeterende oppositiefracties staat... die elkaar eigenlijk ook niks meer te vertellen hebben. Dan wordt het ook een veel opener zaak en dan krijg je veel meer debat. En de Tweede Kamer moet weer gewoon debatteren over inhoud. En debatteren betekent feiten aandragen, zienswijzen inbrengen, argumenten op papier weten te krijgen en te zeggen van met elkaar van die kant gaan we uit. Ja, het is dit. Ik bedoel, ik bewonder je vermogen om te denken dat we hier naar terug kunnen. Jawel. Ja? Als het de tegenkrachten zijn groot. Hè? Het is namelijk zo dat de partijen toch wel heel erg vast
klonken zitten in hun schuttersputjes. En echt heel duidelijk, weet je, ziet ook aan de partijen heel specifieke plannen maken over hoe ze de toekomst zien. Ja. En nou, weinig compromissen meer toelaten. Je hebt een progressief, futuristisch blok. En je hebt een wat conservatiever blok met wat, denk ik, wat meer open-minded ideeën. Ja. Maar eigenlijk, je ziet ze niet meer bij elkaar komen. Zoals de toestand nu is, vind ik het een beetje... daarom schrijf ik ook boeken met wat zwaar klinkende teksten van dit komt zo niet goed. Mijn angst is dat dit langzaam maar zeker richting autocratische structuren gaat. Ja. Dus dat alle macht weer bij de uitvoerende macht ligt. In dit geval bij een regering ondersteund door een partij-establishment. Kijk even waar de autocratie dus wel duidelijk zijn intrede heeft gedaan. Polen, Hongarije, Rusland. En er zijn nog wel een paar mooie voorbeelden. Amerika onder Trump begon die kant uit te neigen. Die maatschappijen, die samenlevingen, maar ook die regeringen of die overheden, die functioneren steeds slechter. Dat wordt gewoon een drama. Dus een autocratie is niet levensvatbaar. Dat wordt niks. Dus ik denk dat uit de zichtbare nood geboren de democratie, de representatieve democratie, dat die nog wel toekomst heeft, hoor. Gelukkig, Sibbe, gelukkig. Ook een beetje uit nood geboren van jongens, dit kan zo niet langer, we moeten wat. Nou, ga er maar nadenken en dan probeer ik met zo'n boek. Maar ja, ik hoop met zo'n boek probeer ik dan wat voer te geven van... Gebruik dit eens. Ik hoop dat de nieuwe verkiezingen ons in deze situatie gaan brengen. Vooralsnog vanuit de hoek van de VVD en D66 bijvoorbeeld heb ik geen enkele hoop. Vooralsnog krijgen we veel versplintering. En dat is al een teken dat het met het debat niet goed gaat. Maar dat is maar de vraag. Het zou kunnen dat je een landslide krijgt van Omtzigt. Straks krijgt hij 50 zetels en dan? Ik moet een middenpartij. Ik moet allemaal nog zien. Maar einde populisme. Ik bedoel met die versplintering ook nog wat anders. Dat het interne debat, en dat vind ik ook het trieste bij de VVD... Ja. Dat het interne debat kapot is. Ja. Maar een beetje partij heeft vleugels en van die rare vrijdenkers. Ja. En weet ik het allemaal. En staat dat ook toe. Ja. En dan heb je fractievergadering en dan gooi je het allemaal eens op tafel. En dan zeg je, oké, die kant gaan we op. Ja. En dan vanuit zo'n open sfeer, ook binnen een fractie, waarin er veel meer geluid mogelijk is. Mm. En ook binnen een politieke partij, waarin er eens even lekker gedelibereerd wordt. Komt er ook vanzelf veel meer ruimte tussen die groepen. En dan heb je weer het debat. Ja. Het debat moet je heel letterlijk nemen, hè, van we voeren geen oorlog. Nee. Maar we doen het in woorden. Toch nog even een paar noties uit jouw boek, gewoon voor het leuk en voor het filosoferen, die jij erbij pakt. Bijvoorbeeld ijdelheid. Je hebt het over de ijdelheid met Hegel over wat jij dan niet idealisten wil noemen, maar mensen met een zogenaamd hoge moraal. Ja. Die vind je ijdel. Kun je dat eens toelichten? Nou ja, dat is dat een beetje Plato-achtig, hè, van... De werkenden, die hebben nergens verstand van. Bovendien, die zijn de hele dag aan het werk, dus die denken niet. Dan heb je de vrijgestelden, dat zijn de burgers, die hoeven niet te werken. En die bemoeien zich dus met de politiek. Maar dan zegt Plato, ja, maar die burgers, dat is ook een hoop gedonder onder elkaar. Dat wordt natuurlijk ook allemaal niks. En dus heb je nog de filosofen, die dan eigenlijk wel ook voor de burgers bepalen hoe het dan moet met de stadstaat. En dan zegt Hegel dus van, dat is een positie van ijdelheid. Geef het weer terug aan al die mensen die erin betrokken zijn. En, en die ijdelheid van wij weten het beter, wat ook partij-establishment op het ogenblik heel sterk heeft, daar moeten we vanaf. Nou ja, mooi, mooi. Mooie toelichting. En... die notie van representativiteit, daar doe je ook van alles mee. Hè? Dus ook, Ik geef daar twee betekenissen aan. Dat heb ik aan Hannah Arendt te danken, aan het laatste boek van haar, Het Leven van de Geest. Maar zij verwijst naar Kant, en naar een boek waar ik eigenlijk nooit wat mee gedaan had. De kritiek der Urteilskraft, de kritiek van het oordeelsvermogen. Waarin Kant het heeft over een bijzondere manier van oordeelsvorming. En dan wil ik het niet ingewikkeld maken, maar dat is niet een oordeel waarvan het begripskader van tevoren al vast ligt. Maar dat is een oordeelsvorming waarin je even wacht met het uiteindelijke oordeel. En pas aan het eind van een denkproces en een
discussieproces en een twijfelproces toekomt aan de conclusie. En dan doet hij met die, dat noemt hij reflectie, en dan, daar brengt hij nog wat in. Dan zegt hij, dat doe je niet in je eentje, dat doe je met elkaar, die oordeelsvorming. Hm. En die leidt dan tot aan het algemene oordelen aan het eind van het denkproces of aan het eind van het proces van debat. Of ga ze maar door. Dus je geeft elkaar ook de ruimte. Je onthoudt je van oordeel. Tot dat moment aangebroken en zegt van, nou jongens, dit is hem. Ja, ik vind het in die zin al interessant. Dat noemt noemen Hannah Arendt en Kant dan representatie. Van er komt van alles langs aan feiten, aan inzichten, aan belangen, aan gedachten, aan weet ik wat allemaal. En dat laat je allemaal een beetje gisten. Dat neem je allemaal mee. Dat je zegt van, nou trekken we hier een bepaalde lijn doorheen. Van die, ja, reflectie en oordeel. Een reflectie en oordeel die dan algemeen is, dus zeg maar in zijn uitdrukking. Ja. Wat voor mij dan hetzelfde is als het algemene belang dat daarin tot uitdrukking wordt gebracht. Ja, het mooie eraan vind ik, als je nou naar de hedendaagse discussie kijkt, hè, dan gaat het vaak over van, je hebt feiten. En dan heb je mening over feiten en wetenschap over feiten. Ja. En dat is een soort vork tegenwoordig. Dus sommige mensen die hebben het over de waarheid, dat zijn de wetenschappers. En de anderen hebben maar ook een mening. Ja. En dan moet niet te kritisch. Ja. Je mag absoluut geen mening hebben over dingen waar wetenschappers dan de waarheid over spreken. Ja. Alsof er ook helemaal geen ruimte meer is voor oordeelsvorming. Die hele term ook, ik vond het heel leuk om in je boek te lezen. En ik ken die categorie natuurlijk ook uit de filosofie. Is namelijk heel belangrijk. Hè? Wat is oordelen? Ja. Ik dacht wel van, ja, dat is wel interessant, hè, dat dat eigenlijk verdwenen is. Dus mensen hebben snel het idee van, ja, dat zeg jij maar. Dat is jouw mening. Ja. Nou. Maar een oordeel is echt iets anders. Het is ook geen wetenschap. Het is eigenlijk rekening houden met de feiten, met precies zoals jij net schetste. Ja. En dan, kijk, de wetenschappers die moeten... Dan beoordeel je iets. Ja, de wetenschappers moeten duidelijk maken hoe de feitelijke wereld in elkaar steekt. En hoe dat verklaard kan worden en wat je daarmee kunt doen. Ja. Als je naar het morele en het politieke niveau gaat, dan heb je wat anders. Namelijk niet wat is het geval, maar wat willen wij nou eigenlijk? En dan krijg je opeens een hele andere vorm van oordeelsvorming. Ja, en dan niet wat willen we nou eigenlijk in die ijdele zin? Nee. Met elkaar. Maar wel waarin het algemene belang tot uitdrukking. Dat willen we met elkaar. Kijk, we leven al lang niet meer in die Griekse tijd. Dat je de werkenden had en de burgers en dan nog een paar filosofen. Dat loopt nu door elkaar. Nou, we zijn ook mensen met een hiërarchische opvatting van de wereld. Hè? Dus de werken zijn al lang bevrijd, geëmancipeerd. Dus ja. Die hebben ook vrije tijd. Ja. En die mogen ook meedoen aan de oordeelsvorming. En de burgers is niet meer een afzonderlijke groep mensen die een ander voor zich laat werken. We zijn allemaal burger geworden. En de filosofen, dat is niet meer de Platoonse verhevenheid. Die moeten zich ook maar gewoon een beetje bemoeien met wat er in de wereld gebeurt. En dus ook even een beetje kalm aan. Dus niet dat ijdele van wij komen het jullie wel even vertellen. En op alle mogelijke manieren, maatschappelijk, in politieke partijen, ook in Den Haag, binnen allerlei maatschappelijke instellingen. Ik bedoel landbouworganisaties, VNO, NCW. Welke organisatie dan ook, daar gist het ook. En dat wordt allemaal zo'n beetje, komt dat wel ergens bij die oordeelsvorming op overheidsniveau, komt dat terecht. Ja. Nou, en dan neem je de tijd om daar eens rustig over na te denken en vervolgens daar een punt achter te zetten. En dit is het dan. Ja. En Ik vind het dus wel fascinerend dat die categorie, ik bedoel, jij positioneert hem niet zomaar, zo zou ik het dus zeggen. Iedereen heeft maar over mening en wetenschap, maar oordeelskracht is iets anders. En dat is inderdaad een term die veel dichter bij goed besturen in de buurt komt. En zien we ook met het oog op de tijd nog even een concreet einde. Want ik weet dat jij altijd met je handen in de grond gaat en nog aan de aardappels denkt. Is het jou al ter oren gekomen dat er een blauwtongvirus door Nederland woedt? Ja, maar ziektedruk. Nou, we hebben al de kippenvirus hebben we gehad. Hè. Uiteraard, net zoals bij de mensen, gaan ook bij dieren gaan de ziekte rond. Ja. Kan Nederland daar goed mee omgaan? Als er één land is ter wereld dat met dit soort problemen goed om kan gaan, nog steeds, is het Nederland. Die landbouwsector is zo ongelooflijk sterk georganiseerd met zoveel deskundigheid, goede instellingen.
Maar die boeren, veel van die boeren zullen nu toch hun schapen en koeien ook moeten af gaan voeren? Of ben ik weet niet hoe erg dat is. Als je zo'n besmetting hebt? Dat weet ik niet. Ja, dan is het wel het einde van die stal. Maar ja, dat is een virusinfectie. Bij de kippen is dat ook zo. Is het nou zo dat die... Maar de ziektedruk in het algemeen, dus ook in de plantenteelt, de ziektedruk wordt erg groot. En is het nou zo dat de intensieve boeren daar beter of minder goed mee om kunnen gaan dan de extensieve en de biologische boeren? Of heeft dat er niks mee te maken? Nou, de biologische boeren die hebben heel sterk te lijden onder ziektedruk, want die bestrijden ze namelijk niet. Ja. Die kunnen alleen maar proberen te voorkomen. De biologische boeren krijgen het verschrikkelijk zwaar. Ja. En dat komt ook door de ziektedruk in de akkerbouw en tuinbouw. Schimmelziektes, maar ook insecten. Die krijgen het heel zwaar omdat die gewoon geen chemie willen gebruiken. Maar de boeren in het algemeen krijgen het zwaar omdat de chemie ook onder druk staat. En daar dus enorme inventiviteit moet worden ontwikkeld. Dat kan de industrie doen, dat kunnen instituten doen. Wageningen, ga zo maar door op grote schaal. En daar zal nog wel wat meer nodig zijn. Ik hoop ook dat wat dat betreft er een open discussie ontstaat in onze wereld. Inbegrepen de agrarische wereld, over genetische modificatie. Want ik kan me bijna niet meer voorstellen dat we deze problemen te lijf kunnen gaan zonder genetische modificatie toe te passen. Ja, ik weet daar echt te weinig van. Vertel me eens wat meer. Hebben wij in Nederland een langere traditie van experimenteren met genetische modificatie van, wij hadden dat van wel. Eten? Of ik zou zeggen van niet. Maar genetische modificatie is enorm in ontwikkeling. Maar dan vooral in de sfeer van geneesmiddelen. En in het algemeen in de medische wetenschap. Niet de piepers en de koeien. En in de landbouw is het min of meer aan banden gelegd in Europa. Maar ik ben actief in dat segment dan, vanuit een adviesorgaan voor de overheid. Maar Nederland heeft een enorme traditie in de veredeling. Zowel de groenten als de club waar ik uitkom, de aardappelen, de poderappelen. Mooie nieuwe soorten maken. Ja, we kunnen ongelooflijk goed veredelen. Of we de druk van de ziekte en de plagen nog voor kunnen blijven zonder genetische modificatie, dat is een mooie vraag. En daarom heb ik ook wat twijfels dus bij Timmermans, dat hij zegt in zijn oude hoedanigheid dan, over een paar jaar is 1/3 van de land- en tuinbouw biologisch. Ik moet het nog zien. Die sector heeft het op het ogenblik heel zwaar, zoals de landbouw in het algemeen het zwaar heeft onder de druk van de ziekten en de plagen. Even los nog van het stikstofdossier dat op ze drukt. Dat komt er dan ook nog overheen. Meestal over de veehouderijen. En er zijn er nog wel een paar. De stelling van de politiek, die de minister van Landbouw van de week ook nog weer verkondigde, dat wij naar een kleinschaliger land- en tuinbouw toe moeten, die deel ik volstrekt niet. We moeten naar een zeer professionele land- en tuinbouw. En de Nederlandse land- en tuinbouw is mondiaal gezien heel kleinschalig. En het is altijd onze kracht geweest, omdat die boeren en tuiners wisten, als wij geen meerwaarde produceren, er dus niet echt iets heel moois van maken, om het zo maar te zeggen, dan zijn we kapot. En dat hebben wij heel goed weten te doen. En daarom lopen wij technologisch ook heel erg voor wereldwijd. Dus we hebben nog steeds een hele sterke agrarische sector. Maar de verlamming die sinds een jaar of 5 erin is gelegd vanuit het natuurbeheer en ook door het stikstofbeleid, die verlamming, die werkt zo sterk door dat dit echt niet nog 3-4 jaar door moet gaan. Maar komen we er nog vanaf, van die verlamming, van het natuurbeleid? Gewoon de wet veranderen. Kan dat nog? Ja, natuurlijk. We hebben een richtlijn, maar we hebben dat zelf in wetgeving verpakt. Nou, dan gaan we die wet aanpassen. Ja, dan moet je geen VVD stemmen of... Ik vind het heel triest dat de VVD zich zo voor de kar heeft laten spannen van eigenlijk D66. Alsof wij ook wel zonder landbouw kunnen, dat alleen maar om de natuur gaat. En dat bovendien het hele natuurdebat verziekt is geraakt doordat het alleen maar over stikstof gaat. En om het nog erger te maken, binnen die stikstof gaat het alleen maar over ammoniakdeposities. Ja jongens, zo werkt dat niet. Dat kan niet. Dit is echt heel destructief. Daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. En die hele discussie over wat willen we nou met de natuur en wat willen we met die landbouw weer opengooien.
En dat is dus elkaar niet verketteren, maar elkaar opzoeken. Jullie, we gaan je nieuwe boek lezen. Wat ga je zelf komende weken doen? Ga je nou eindelijk een keer met vakantie of komt er een volgend boek aan? Nou, dat is niet gepland, maar je weet me nooit dat er gebeurt. Ik ben wel weer lekker aan het lezen. Heel goed, wat lees je? Ik nog weer wat Hannah Arendt. En ik heb net een hele dikke pil over de Franse Revolutie heb ik tot mij genomen. Om eens te kijken wat er toen allemaal gebeurde. Nou, daar had ik wel meer aan gedaan, maar nu is heel gedetailleerd. Dus ik hou me nog wel even bezig. Ja, nou ja, die Fransen die zijn natuurlijk echt die centralisatie begonnen, hè? Met hun code civiel en zo. Dus de Franse Revolutie is vooral ook groot vanwege de bureaucratische effecten. Ja. En Nederland zat toen ook al onder het Franse juk. Zeker in de Bataafse tijd. En dan krijgen we natuurlijk een heel groot probleem dat... Het is heel apart. Dat wij dus... Die revolutie heeft ons enorm... Voor top-down gereorganiseerd, gecentraliseerd. Ja. Met de achternamen, met straatnamen, dat soort dingen. Een vormig belastingstelsel. Veel van de problemen waar we nu nog mee zitten... hebben toch ook wel te maken met wat die Fransen ons hebben geleerd. Ja. Wel heel modern, maar ook heel centralistisch. En dat komt uit die tijd. Hè? Heel apart. Voor Napoleon waren wij heel erg decentraal. Maar hadden wij dus nauwelijks een staat. Het was buitengewoon zwak. Ja. En na Napoleon is het helemaal gekanteld. En hebben wij een heel centralistische staat opgetuigd. Met een hele zwakke, zo langzamerhand, decentrale poot in het overheidsdomein. Ja. En dat moet anders. Ja. Dus wat minder Den Haag en wat meer provincie en gemeentes. Ja. Vind jij nou ook dat het in Europa ook zo zou moeten zijn? Dus minder centraal en meer decentraal? Europa heeft niet voor niks het subsidiariteitsdenken. Ja, dat is allemaal denken. Dat geloof ik. De realiteit is natuurlijk een steeds verder ingrijpende overheid in Europa. Als die principes daar op papier zijn gezet, dan herinner je iedereen er maar aan dat je uitgangspunten waren. Ja. Vergeet niet, Europa is geen staat, hè? Nee, maar dat wil het wel graag worden. Europa is een verdrag. Ja, sommigen willen er een staat van maken, een federale staat. Ik ben er niet zo voor. Dan moet je wel weten wat je met de nationale staten gaat doen. Want twee staatsorganen naast elkaar, dat kan natuurlijk niet. Maar laat Europa maar mooi een verdrag blijven. En uit de nood geboren breidt dat verdrag af en toe wel een beetje uit. Nu komt de asielzoekerij er weer bij. En zo zijn er nog wel een paar dingen. Ja. Ik voel een mooi nieuw boek aankomen, Sibe. Ja. Ik heb het idee mooi even aan de hand gedaan hier, dus ik kom het maar hier presenteren. We gaan je nieuwe boek lezen, althans ik heb het al gelezen, maar jullie thuis kunnen het ook gaan bestellen. Zeer binnenkort. En ik dank je wederom voor je komst naar Leiden. Het was weer een genoegen. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.